De Sint-Eloisprijs is voor vele profs de laatste voorbereiding op het Belgisch kampioenschap samen met Brussel in Gooichem vanmorgen. Toch kan dat de grote kanonnen niet verleiden tot een namiddagje Ruddervoorde. Geen Van Petegem, geen Bonen, geen Van den Broeke ook. Tom Steels die is er wel en een sterke delegatie van Mr. Boekmaker, nationaal kampioen Geert Omloop, voorop. Met 102 zijn ze voor dikke 160 kilometer verdeeld over 16 ronden. Na een kwart koers komt er een eerste afscheiding. 24 renners met onder andere die nationale kampioen Geert Omloop. Hij heeft heel wat ploegmaten mee, ook Michel van Haken, maar toch gaat het feest niet door. Halfweg is alles te herdoen. Een ronde later komt een tweede kopgroep tot stand en dit is wel de goeie. Mr. Boekmaker is opnieuw flink vertegenwoordigd met Trouvé, Van der Aarde, De Klerk en Renders. Lotto Domo zit erbij met Steegmans en Gardijn. Ludovic Capelle heeft Johan Verstreken in steun, de rest zijn eenzaten. Sven van Toornhout en Geoffrey de Meijer verdedigen de West-Vlaamse profeer. Jurgen Vermeers, zegenkoning bij de amateurs momenteel met 19 zegens, is ook een gevaarlijke klant die de heren profs best niet uit het oog verliezen. De 14 krijgen een vrijgeleide van het peloton, het verschil groeit al vlug tot boven de 2 minuten. Geert Omloop probeert nog wel te reageren, maar tevergeefs, de winnaar zit vooraan. Mr. Boekmaker probeert nog een spurt te ontlopen met aanvallen van Christophe Trouvé, maar toch valt de beslissing pas in de laatste meters. Ludovic Capelle zit van ver op kop, maar de X-nationale kampioen valt helemaal stil. En het is de oudste die het haalt. Mario de Klerk voor Jurgen Vermeers, Gorik Gardijn en Sven van Toornhout. Ik was goed uit de directe toegekomen. Ik zei, het is mijn zesde of zevende wedstrijd, ik wil er vanaf zijn. En ik voelde dat de conditie goed was. En het is altijd zo, in een kampioenschap toe, op de weg, daar leef ik naar, nog iets extra naartoe. Omdat je toch moet een doel hebben, de zomer is lang voor een crosser. Maar als je een doel hebt, zoals een kampioenschap, die toch redelijk bij ons is, past in de ploeg, we hebben toch redelijk favorieten. Een crosser op de eerste plaats, een crosser op de vierde plaats, zeg je nu ook iets over de wegrenners? Ik denk dat ik de weg getoond heb, dat ze dan een goede crosser moeten op de weg rijden. Zien naar Van der Linden, zien naar Van Toornhout, zien naar de Komijnen. En ik ben er nu al 5-6 jaar mee bezig en die andere jongens volgen. En die gasten gaan ook de vruchten in het veld. Het zal mijn ondergang zijn, maar ik heb mijn leeftijd.